Thank you so much. Thank you, Chaim. Yes, sir. En goedenavond. 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 Oh, dan moet ik iedereen weer. We zijn er weer. Even kijken. Oké. Zijn we er klaar voor? Ready to start? Ogenblik, nog één. Oké. Wij zijn, we beginnen onze wekelijkse behandeling van Ramban al HaTorah, de commentaar van Nachmanides op de Torah. Deze week is het Parashat Bahar en Bechukotai. We lezen twee parashiot en daar zit een zeer boeiende onderwerp. Parashat Bechukotai wordt altijd gelezen voor Shavuot, maar nooit op de Shabbat net voor Shavuot. Er zit altijd een Shabbat tussen Bechukotai en Shavuot. En dat is speciaal zo ingesteld. In Parashat Bechukotai, de laatste parasha van het boek Vayikra, lezen we over de tochacha, of klalot, als het, zoals het genoemd wordt. Daar worden, daar voorspelt de Torah hoe de toekomst eruit zal zien. En daar worden beide kanten van het verhaal verteld. Als we de Torah gehoorzamen, dan zijn er, is er één rijtje voorspellingen. Anders een andere. En dat wordt, zoals gezegd, altijd gelezen ter voorbereiding van Shavuot, maar wel een Shabbat ertussen, dat het niet te zwaar op ons maag ligt, als het ware. In die periode, in deze periode, de periode van tussen Pesach en Shavuot, in de voorbereiding voor Shavuot, lezen we elke Shabbat van Pirkei Avot. En voordat we de Pirkei Avot zelf beginnen te lezen, lezen we altijd deze Mishnah uit Masechet Sanhedrin. Kol Yisrael yesh lehem chelek la'olam haba. Heel Israël heeft een deel in olam haba. Ik heb het hier opzettelijk niet precies vertaald wat olam haba is. Meestal wordt het vertaald als de wereld die komen zal. Maar dat is juist, dat zal juist een onderdeel van van onze gesprek vanavond zijn. Wat betekent inderdaad Olam Haba? Of wat bedoelt de Mishnah met deze Olam Haba? Maar in ieder geval eerst even de Mishnah afmaken. Dus heel Israël heeft een deel in Olam Haba. Shenamar, zoals is gezegd, Vameich kulam tzadikim leolam Yeshua aretz, Neitzer mata'ai maasei yadai lehitpa'er. Uw volk, allen rechtvaardigen, zullen tot in de eeuwigheid het land erven, een spruit van mijn plantingen, het werk van mijn handen, om mij op te beroemen. Prachtige tekst, heel mooi om te lezen, altijd, zeker in zulke in momenten waar je die extra bemoediging nodig hebt. Maar wat
wat wordt hiermee bedoeld? Wat is Olam Haba? De letterlijk vertaald Olam Haba, de wereld die komt. Uit de pasuk, uit de vers die hiermee gebracht wordt in de Mishnah, om dit idee te bevestigen, verwijst dus de profeet, heeft de profeet over de eeuwigheid. Zullen tot in de eeuwigheid het land erven. Als we het hebben over de eeuwigheid, dan hebben we het niet over de eindige realiteit die wij kennen. Alles dat wij weten heeft een begin, en zal ook een eind hebben. En zodra we beginnen te spreken over iets dat eeuwig is, oneindig, dan spreken we op een hele andere, in een hele andere sfeer. Het is niet de realiteit zoals wij die kennen. Als we het hebben over een realiteit die wij niet kennen, dan zijn er in ieder geval gebieden waar we dat zouden kunnen zoeken. Het is niet iets die we met de normale, met de middelen die we normaal op zoek gaan, kunnen zoeken. Maar er zijn twee gebieden waar we in onze geestelijke zoektocht zouden kunnen kijken. En daar haal ik even drie termen tevoorschijn. We weten, er is vaak sprake van Gan Eden, van het paradijs. We weten, een van de belangrijkste fundamenten in het Joodse geloof is de komst van Mashiach, Yemot HaMashiach. En dan hebben we hier deze term Olam Haba. Moet Olam Haba geplaatst worden als Gan Eden? Dat kan. Want hoe wordt Gan Eden gezien? Dat is trouwens, dat is ook een discussie apart, die niet in het kader van de shiur van vanavond past. Maar diezelfde vraag wordt ook gesteld. We lezen in Bereshit dat Adam en Chava zijn begonnen in Gan Eden, in een town waar de er is Nahar Yotzeme Eden. Er is een rivier die komt van de plaats Eden en Hishka et Agan, en daar wordt de town van gevoed. Is dat een fysieke plaats of is het iets anders dan fysiek? Ik zal alleen in één zin zeggen dat volgens Ramban, wie we vandaag citeren, is het beide. Dus de Gan Eden moeten we begrijpen als een fysieke begrip. En ook iets dat als een metafoor of een state of mind zou je kunnen noemen. Dat is maar in ieder geval, dus de Lo Yirani HaAdam V'Chai, dat zolang dat een mens leeft, kan hij niet de Gan Eden benaderen. Maar nadat je het leven verlaat, dan gaat de neshama, gaat de ziel naar het Gan Eden. Wat betekent dus naar het Gan Eden? Naar een realiteit die niet te vatten is in onze realiteit. Het is geen lichamelijke
wezen. Het is niet een tuin zoals op de afbeelding met bomen en riviertjes en beekjes. Het is een state of mind. Het is een omgeving waar de neshama zich kan expresseren, zich kan uiten als een neshama. Zolang dat de neshama in de fysieke wereld is, dan is die beperkt volgens de maatstaven van het lichaam. Als de neshama het lichaam verlaten heeft, dan kan de neshama zichzelf uiten. En wat nog meer dan dat is, niet alleen dat de neshama zich kan uiten, maar dat de neshama ook waar kan nemen en ook deel kan hebben aan een goddelijke realiteit die ze in de beperkingen van de lichaam of gevangenschap, om maar een strenge woord te gebruiken. Zolang dat de neshama gevangen zit in het lichaam, kan de neshama dat niet ervaren. Dus je zou kunnen zeggen, Olam Abba, dat is Gan Eden. Waarom heet het Olam Abba? Niet omdat het niet bestaat. Het bestaat wel, maar het bestaat niet in onze realiteit. Voor ons is het iets dat zal komen. Maar het is iets dat bestaat op dit moment. Voor onze maatstaven is het iets dat moet nog komen. Dat zou één interpretatie van Olam Haba kunnen zijn. Een andere interpretatie zou ook kunnen zijn Yemot HaMashiach. Wanneer Mashiach komt, verandert de wereld, of is de wereld een andere realiteit, is de wereld anders? Zou dat misschien Olam Haba kunnen zijn? Het kan allebei, maar wanneer de Mishnah hier zegt, Kol Yisrael yesh lahem chelek la'olam haba, kan de Mishnah nog de een of de ander bedoelen, laat ik het anders zeggen, voor Yemot HaMashiach zullen we zo zien, is een staat van de wereld die er niet is, maar het is niet een wereld die zal komen. En om te zeggen dat Kol Yisrael yesh lahem chelek la'olam haba, dat verwijst naar de Gan Eden, is ook wat moeilijker, want het is iets meer universeel. En daar gaan we stap voor stap, zullen we daar verder op ingaan. Eerst even een algemene vraag. Waarom is het idee van Tchiyat HaMetim, de opstanding, de herleving der doden, die hebben we helemaal nog niet gehad. Dus ik moet eerst over Tchiyat HaMetim hebben. Dus als we zeggen, om te zeggen dat Kol Yisrael yesh lahem chelek la'olam haba, heel Israël heeft daar een deel, dan moeten we verwijzen naar niet iets dat iets universeel is, zoals gezegd, niet iets dat toegespitst is op sommige mensen verdienen het wel, sommige mensen verdienen dat niet. We weten, de Gan Eden is een beloning. Gan Eden is een beloning. En iedereen verdient een beloning, maar er zijn verschillen. Dat kan niet universeel gezien worden. Iedereen krijgt de beloning die hij zelf verdiend heeft. En daar kan je onderscheid maken tussen de een en de ander. En als we het willen hebben over iets dat gelijk is voor iedereen, dan moeten we denken aan iets verder in het vooruitzicht. En daarom dan komt dus het begrip van Tchiyat HaMetim, de herleving der doden, dat is zoals gezegd, dat is ook een van de fundamentele fundamenten in het Joodse geloof, zoals vastgelegd, onder andere zoals vastgelegd door Rambam
אני מאמין שהבורא יתברך שמו יחיה מתים, that the schepher who praises Zayzenam opened tight that hay erfor kist, the doden zal herleven. And that betekent dus that alle neshamot, die door de alle eeuwen heen, hier waren, terug zullen keren op aarde. En dan pas is de wereld, laat ik het zo zeggen, in zijn in de staat dat het bedoeld was. Dus eerst voordat we in de details, ik wil nog ingaan, uiteraard zijn er meerdere meningen hoe je de verschillende termen moet begrijpen en wat de bedoeling daarvan is. Er is ook heel bekend wat Rambam schrijft, dat hij schrijft met sterke woorden veroordeelt hij de mensen die zich bezighouden bijvoorbeeld met vragen of de herleving der doden zal of de mensen gekleed uit hun graf zullen komen of niet, en andere soort vragen. En Rambam is daar niet van onder de indruk van mensen die zich met die vragen bezighouden. Niet omdat hij de onderwerp niet belangrijk vindt. Het was hij, notabene Rambam, heeft dit opgenomen als een van de 13 fundamenten van het Joodse geloof. Maar hij vond het een afleiding om zich bezig te houden met met zijdelingse onderwerpen, de onderwerpen die veel minder belangrijk zijn, in plaats van het concept en het idee dat de Torah, waarom stelt de Torah ons dit in het vooruitzicht? En waarom is het voor ons interessant? Waarom is het überhaupt interessant? Laat staan wat voor invloed heeft het op ons gedrag, als we weten over wat het vooruitzicht is, wat de toekomst zal brengen en wat de beloning van de toekomst belooft. En dus daar wil Rambam dat we zich wel aan focussen. En dus laten we inderdaad dus gelijk daarmee beginnen. Als we hebben net besproken Gan Eden. De neshama verlaat, leeft zijn, wat het ook mogen zijn, 70 jaar, 80 jaar, 120 jaar dat een neshama leeft hier op deze wereld, voltooit zijn taak en vertrekt uit deze wereld. En de neshama keert terug naar een spirituele bestaan in het Gan Eden. En dan zeggen we, bijvoorbeeld, laten we het maar hebben over Moshe Rabbeinu of Avraham Avinu, die al 4000 jaar in Gan Eden zit, of Moshe Rabbeinu 3000 jaar, of David HaMelech 2500 jaar. Na zijn verblijf in Gan Eden keert hij terug in deze wereld. Bij Tchiat HaMetim, bij de herleving der doden, keren al die tzadikim, die wat ze meemaken in Gan Eden, ja, daar hebben we geen weet van. Maar je kan je voorstellen dat het, je kan je moeilijk voorstellen dat er hier op aarde iets te halen valt, die in Gan Eden er niet is. Dus wat is nou, wat is überhaupt het hele idee? Waarom zou
waarom zou er en welke betekenis kunnen we geven dat de neshamot terugkeren naar deze wereld? Is het een beloning? Is het een beloning? Hoe zou het kunnen dat je hier op aarde een meer, een betere beloning kan beleven dan in Gan Eden? Dus daar in de Gemara wordt het volgende mashal, een volgende parabel gegeven. Ik heb er geen Nederlandse vertaling, maar wel een Engelse vertaling. Mashal ma davar domeh. What is to what is this matter comparable? Le melech basar vadam shehaya lo pardes na'e. To a king of flesh and blood who had a fine orchard. Vayu bo bechorot na'ot v'oshiv bo shnei shomrin. Echad chiger v'echad suma. And it had, there were fine fruits in the garden, and he stationed two guards in the orchard, one lame, who was unable to walk, and one blind. And waarschijnlijk was het idee, of dit het idee van de koning was of niet, maar feit is, als de een is lam en de ander is blind, so is, kan geen van die twee meenemen naar huis. Ja, hoe goed kunnen ze bewaken, is weer een andere vraag. Maar hij dacht, dat was, zo was het verhaal. Amar chiger lesuma, bechorot naot ani ro'e bepardes, bo, v'harkiveni, v'nevi'em la'achlam. Then the lame person said to the blind person, I see fine first fruits of a fig tree in the orchard. Come and place me upon your shoulders. I will guide you to the tree, and we will bring the figs to eat them. Rachav chige al gabe suma, ve'viyam va'achlum. So the lame person rode upon the shoulders of the blind, and they brought the figs and ate them. Liyamin ba bala pardes, amar lehem bechorot na'ot heichan hein. Sometime later, the owner of the orchard came to the orchard. He said to the guards, the fine fruit, first fruits of the fig tree that were in the orchard, where are they? Amar lo chiger, klum yesh li raglayim lahalech bahen. Amar lo suma, klum yesh li enayim lirot. The lame person said, do I have any legs with which I could be able to walk and take figs? The blind person said, do I have any eyes with which I would be able to see the way of the figs? Ja, dus iedereen schuilt zich achter het gebrek aan capaciteit. Je kunt me niet beschuldigen, omdat ik ben helemaal niet in staat om iets te doen. Maasa, hierkiv giger al gabi suma, bedan otam keachat. So what did the owner of the orchard do? He placed the lame person upon the shoulders of the blind person, just as they did when they stole the figs, and he judged them as what? Ja, dus dit is meer een vraag, het is niet echt een vraag van beloning, dit is meer een vraag van straf. Partners in crime, het waren twee die het samen gedaan hebben, als de straf toebedeeld moet worden, dan wordt het gezamenlijk toebedeeld. Dan is het niet de een zonder de ander, net zoals ze konden het niet uitvoeren, de een zonder de ander, is de straf wordt ook toebedeeld, beide samen. Deze mashal wordt dus gegeven ook voor de neshama en de guf, de ziel en het lichaam. Het lichaam is zeer beperkt en heeft geen spirituele ervaringen. En dus kan moeilijk, het komt alleen tot mitzvahs doen, omdat de ziel
het lichaam duwt en motiveert en in zekere zin dwingt om de mitzvahs te doen. De ziel aan de andere kant heeft wel de motivatie, maar de ziel kan het niet uitvoeren. Wie doet de uitvoering? De uitvoering is door het lichaam. Om mitzvahs te doen moet je een lichaam hebben. Zonder lichaam kan je geen mitzvahs doen. Dus wanneer de tijd voor de beloning komt, is het niet alleen de ziel die beloond moet worden. Het lichaam moet ook beloond worden. Dus Triat HaMetim is het moment waar de ziel samen met het lichaam weer verenigd worden om de beloning voor de mitzvot te kunnen beleven. Oké, dat is misschien een beetje simplistisch geformuleerd, maar hiermee kunnen we begrijpen, kunnen we het in ieder geval een beetje plaatsen waarom er, welke doel er kan zijn om de neshama na zoveel naar een verblijf in de Gan Eden te laten weer neerdalen naar Olam Hazeh, naar deze fysieke wereld, om opnieuw hier te zijn. Maar het wordt een beetje meer ingewikkeld. Ten eerste kunnen we eerst een meer algemene vraag stellen. Dat hele begrip van beloning. Hoe moeten we dat hele begrip van beloning zien? Wat is nou een beloning voor een mitzvah? En zoals we kennen de gezegde in Pirkei Avot, schaar mitzvah, de vierde hoofdstuk van Pirkei Avot, schaar mitzvah, mitzvah. De beloning van een mitzvah is de mitzvah zelf. Het is, en wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen is, dat het feit dat Hashem ons eindige schepselen de kans geeft en de mogelijkheid geeft om iets te doen voor hem, om iets te doen dat ver buiten onze bereik, wat wij ooit zouden kunnen bereiken, zit. Het feit dat Hashem ons de gelegenheid geeft om zoiets te doen, dat is een cadeau, dat is een schenk, een geschenk. Of je kan ook zeggen, dat geschenk waarderen we misschien niet op elke dag. Of laat ik het anders formuleren. Een kind, ouders of docenten moeten de kinderen opvoeden. Moeten kinderen, en vaak is een beloning in het vooruitzicht stellen een goede methode. Dus je zegt, doe je huiswerk en dan mag je buiten spelen, bij wijze van spreken. Of krijg je iets lekkers. Heeft dat iets lekkers met de huiswerk te doen? Nee. Er is geen connection. Het is geen oorzaak en gevolg. Het staat helemaal los van elkaar. Maar het is een methode. Je wilt het kind motiveren. En je zegt, als jij iets voor mij doet, dan doe ik iets. Doe jij iets dat ik leuk vind, dan zal ik voor jou iets doen dat jij leuk vindt. Een andere aspect is, je zegt, doe je huiswerk en dan zul je kunnen rekenen. Of dan zul je een leuk verhaal, zul je plezier hebben aan een leuk verhaal die je gelezen hebt. Dan is die beloning
niet, staat die beloning niet los van de activiteit. De beloning is eigenlijk het gevolg van de activiteit. Wanneer je werk goed doet, wanneer je leert iets, dan heb je daar iets aan. Is het en dat is een, daar heb je voldoening aan. Als je iets, als je een bepaalde ontwikkeling meemaakt, daar heb je voldoening aan. Dus dat is de beloning is in feite, is staat net los van het werk zelf. En hoe beter je wordt, ja, dus als we het hebben over kleine kinderen of we hebben over beginners, dan is de resultaat van je werk op een lager niveau, niet op een zeer hoge niveau. Maar wanneer, als je op een hogere niveau komt, dan zal de beloning, ook beide aspecten van de beloning, als we het hebben over de, bij kinderen, kinderen kan je motiveren met een snoepje. Iemand die onderzoek doet voor een universiteit, die kan je niet met een snoepje motiveren, die krijgt een salaris. De salaris, of een bonus zelfs, is vergelijkbaar met die beloning die alleen als motivatie dient. Aan de andere kant is er een veel diepere beloning, ja, natuurlijk de wetenschap die de persoon bereikt en de ontwikkeling die die maakt, is op een hele hoger niveau. En daar is de voldoening natuurlijk een veel grotere voldoening. En daar zegt ons de Mishnah dat de beloning voor de mitzvahs is de mitzvah zelf. En wat betekent dat? Dat, ja, je kan het ook, je kan het op twee manieren doen. In de context van de Mishnah is het ook makkelijk om het te vertalen. Want de Mishnah zegt eigenlijk, mitzvah goreret mitzvah, waveira goreret aveira. Eén mitzvah brengt nog een mitzvah. Eén overtreding brengt een andere overtreding. Omdat de beloning van een mitzvah is een mitzvah, de beloning van een aveira, van een overtreding, is de overtreding zelf. Dus je zou het kunnen zien, inderdaad, leer je aan om mitzvahs te doen. En dan zal je steeds meer mitzvahs kunnen doen. En dat zal je beloning zijn. Maar het is ook een volgende stap, een diepere stap is, dat je in je huidige staat, kan je misschien niet waarderen wat men bereikt met een mitzvah. En de ultieme beloning is, omdat die waarde te kunnen appreciëren. Om zelf in staat te zijn om de waarde van de mitzvah te kunnen appreciëren. Nou, we gaan even een stapje verder. Dus we keren terug naar de vraag, wat is de definitie van Olam Haba? En dan is, ik zal daar niet te veel tijd aan besteden, maar Rambam in verschillende Rambam, dus Rabbi Moshe ben Maimon, niet Nachmanides, maar Maimonides, in verschillende bronnen, geeft Rambam aan dat de Tchiyat HaMetim, dat de herleving der doden, een tijdelijke fase zal zijn. Dat Tchiyat HaMetim niet de eeuwigheid is. Dus we hebben gezegd, we zijn begonnen met Olam Haba, dat Olam Haba gaat over eeuwigheid. Rambam zegt, Tchiyat HaMetim is iets tijdelijk. Dat ook na de herleving der doden zal het voor een tijd,
hij geeft het aan voor hoe lang dat is. Maar de ultieme olam haba, de wereld van de eeuwigheid, dat is een wereld waar er geen lichaam is. Daar kunnen geen lichamen zijn. Hij citeert verschillende... er is geen eten, er is geen drinken. De tzaddikim zitten, zo wordt het beschreven, de Gemara. De tzaddikim zitten en genieten van de ziv hashchina, van de glans van de goddelijke aanwezigheid. Er is geen eten en geen drinken, zegt hij. Nou, dan moet het zijn een wereld zonder lichamen. Want een lichaam kan het zonder eten. Dus we hebben het over. Dus eigenlijk is het een... En zo wordt het trouwens. Hij werd verkeerd begrepen. Ja, Rambam schrijft. Hij schrijft over Olam Haba. En hij zegt dat Olam Haba moet een wereld zijn waar er geen lichaam, geen lichamelijke aanwezigheid is. En dat werd verkeerd begrepen. Sommige mensen lazen daarin alsof hij niet in Tchiyat HaMetim in de simpele zin des woords gelooft. Ja, dat hij ziet niet dat Tchiyat HaMetim in een gewoon fysiek zal gebeuren. Dat het alleen maar een metafoor is. En dat werd, zoals ik zei, dat was niet Rambam's bedoeling. En wat duidelijk is dat uit het feit dat Rambam dit als een van de 13 geloofspunten opneemt. Het feit dat in de heeft zelfs een hele een lange een pamflet geschreven, Igeret Tchiyat HaMetim, een hele pamflet waar hij heel duidelijk stelt hoe belangrijk dit principe in het Joodse geloof is, dat de wereld, dat in de fysieke wereld de ultieme staat is een fysieke staat, maar hij zegt, ja, ik gebruikte net het woord ultieme, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet Rambam's mening. Het is een tijd, het is een fase. Het is een fase die voorbij gaat. Je hebt Tchiyat HaMetim. En na Tchiyat HaMetim, na de tijd van Tchiyat HaMetim, dan kom je naar een volgende fase. Dat is Olam Haba. Dus Olam Haba kan je niet bij Tchiyat HaMetim toeschrijven. Dat is hoe Rambam dat ziet. En Ramban, Nachmanides, is het niet met hem eens? Die spreekt hem, die is verschilt van mening met Rambam. En die zegt, we hebben inderdaad de periode van Mashiach, dat is de voorbereiding voor de ultieme staat. De ultieme staat zal zijn, Tchiyat HaMetim. En als we eenmaal Tchiyat HaMetim bereikt hebben, dan is het in één keer door, dat blijft, dat is Olam Haba. Dat wordt dat blijft Olam Haba. En om deze verschil beter te kunnen begrijpen, nemen we even, wil ik even kijken naar een pasuk uit de parasha van deze week. En dat is, daar begint eigenlijk de les van vandaag. In de parasha, in Parashat Bechukotai, zoals ik zei, de Torah voorspelt wat er zal zijn in de toekomst. En het begint in Bechukotai Telechu, met Mitzvotai Tishmoru. Wanneer jullie mijn geboden zullen volgen, dan voorspelt de Torah een aantal goede, een beloning, zeg maar, stelt de Torah de beloning in het vooruitzicht. En onder andere staat er dus, benatati shalom ba'aretz, dan zal ik vrede geven in het land, u'schaftem ve'en macharit, zodat jullie zullen gaan liggen en niemand jullie opschrikt. Ve'ishbati chaya ra'a min ha'aretz,
dan verwijder ik wilde dieren uit het land. En het zwaard zal door uw land niet doortrekken. Nou hebben we het hier. Ja. Wanneer dit niet het geval is, wanneer men niet aan de geboden van de Torah houdt, dan voorspelt de Torah over de ballingschap. Dat we zullen verdreven worden uit het land. En er zal geen vrede heersen. En er zal hongersnood heersen. Enzovoort. Dus daaruit, over welke periode heeft de Torah het nu? Wanneer men wel gehoord en er is geen galut. Ja, het gebrek aan luisteren naar de Torah, aan het gehoorzamen van de Torah, is galut. En de beloning voor zich houden aan de Torah en de mitzvot is geen galut, is vrede, is rust. En ik ga met name focussen op de woorden Vishbati Chayara Amina Aretz. En hier is het vertaald. Dit is min of meer de vertaling van Dasberg. Dan verwijder ik wilde dieren uit het land. En dat is eigenlijk een discussie. Er is een discussie in de Mishnah, in de Midrash, tussen de Tanaim, de geleerden uit de Mishnah, hebben een discussie. Wat betekent Vishbati Chayara Amina Aretz? Zullen de wilde dieren, zullen ze ophouden te bestaan, zoals het hier staat? Ik verwijder wilde dieren uit het land. De Wildlife Fund zal daar zeker niet blij mee zijn. Een andere mening, één mening is inderdaad, ze zullen niet meer bestaan. Een andere mening is, ze zullen wel bestaan, maar ze zullen niet meer wild zijn. Ze zullen niet meer aanvallen. Ze zullen niet meer roof. De roofdieren zullen er wel zijn, maar ze zullen geen roofdieren meer zijn. De dieren zullen er zijn, maar ze zullen geen roofdieren zijn. En daar zegt Ramban het volgende over. Ja, dat Rabbi Yehuda. Oh boy, sorry. Nou, daar ging iets mis. Ja, oké. Dus de mening van Rabbi Shimon is, dus er is een verschil. Rabbi Yehuda zegt dat hij zal ze verwijderen, ze zullen niet meer bestaan. En Rabbi Shimon zegt, ze zullen wel bestaan, maar ze zullen niet meer roofdieren zijn. En Rabbi Shimon zegt, ja, het is ook logisch, dat wil zeggen, het is meer, waar zie je dat Hashem controle over de wereld heeft, als er geen tijgers zijn, of als de tijgers er zijn, maar ze gedragen zich netjes. Dat is een veel grotere prestatie. En ik lees even de tekst. Behoor aan de gewoon. Kitiye Eretz Israël be'eet kiyum ha-mitzvot kasher haya ha-olam mitchilato kodem cheto shel Adam ha-rishon. Het lijkt me dat wanneer men zich aan de mitzvot houdt, zullen de dieren in het land Israël geen wilde eigenschappen meer hebben. Hij maakt een onderscheid. Dus hij legt de focus op Yishbati Chayara Amin Ha'aretz. Ik zal de wilde dieren verwijderen uit het land. De Torah gebruikt dus de Ha'aretz, het land. Dus het gaat met name over Eretz Israël, om te beginnen. Ja? Dat in Eretz Israël, dat wanneer men zich aan de mitzvot houdt, zullen alle dieren in het land Israël geen wilde eigenschappen meer hebben. Zoals het was voor de zonde van Adam. Ramban zegt, het is niet iets nieuws. Het is niet iets dat nooit was. Eigenlijk, ja, want zo wordt vaak gezegd, ik zei net, de tijger zal zich netjes gedragen. Ik zag, mensen vonden dat grappig.
Want ja, de tijger doet niks verkeerd. Hij doet wat zijn natuur is. Het is de natuur. Het is niet slecht. Maar, zegt Ramban, het feit dat de natuur is oneigenlijk. Dat is niet de oorspronkelijke natuur. De oorspronkelijke natuur was niet zo. Net zoals, Ramban zegt het niet hier, maar in Bereshit zegt hij dat wel. Als je leest goed, toen Hashem Adam en zijn kinderen de sleutels overhandigd, als het ware, van zijn planeet. En hij geeft ze jou. Proer vu milua te aret ve kipshua. Vermeerde je, verspreid je over de wereld. Beheerst de wereld. Geeft hij ze toestemming om van alle planten te eten. Maar hij geeft ze geen toestemming om dieren te eten. Het is pas bij Noach dat Hashem toestemming geeft om dieren te eten. De eerste 1000 jaar van de menselijke geschiedenis waren we vegetariërs. Hebben we geen was het niet toegestaan om vlees te eten. Het is pas later. En wat Ramban zegt, is dat niet alleen waren de mensen vegetariërs, maar dieren ook. Dit hele fenomeen dat dieren elkaar verscheurden om aan zijn lunch te komen, dat is iets dat is pas, dat is een gevolg van de zonde van de mens. Ja. Ik lees even verder. Ki lo haya haterf b'chayat haraot. Rak mpnei cheto shel adam, ki nigzar alav liyot teref l'shineihem, v'usama teref teva lahem gam litrof zu ad zu. De eigenschappen van roof zijn slechts een gevolg van de zonden. De mens werd gestraft dat hij door dieren opgejaagd zal worden. Ja, om te beginnen met Adam, met de slang. Hashem zei, een deel van de straf is dat de slang zal de mens proberen hoe Yeshuv Charosh wat had te Shufenu dat ze zullen elkaar opjagen, zullen geen vrede met elkaar kunnen hebben. En daarna bij Kain is het nog verder gegaan. Dan heeft Hashem de Tzelem Elohim van hem verwijderd en dan is hij prooi geworden. Dus het was een gevolg van de zonde van de mens dat de mens prooi is geworden voor de dier. Ja, en dan de dieren leerden ook elkaar op te jagen, zoals bekend. Wanneer het dier eenmaal van de roof proeft, wordt hij agressiever. Zoals er staat. Die leerde roof te roven, hij at mensen. In die Geskel wordt dus gezegd dat het is door deze eigenschap, dus wanneer de milieuactivisten zeggen dat de mens de wereld, de planeet kapot gemaakt hebben, ja, daar hebben ze gelijk in die zin. Ja, het is inderdaad als gevolg van de misdragingen van de mensen dat de natuur van de dier zo veranderd is. En wat de Torah ons vertelt, wat de Torah ons voorspelt, dat Valkein Amar HaKatuv al Yemei HaGoel HaYotze Megeza Yishai. En dit is de voorspelling van de Torah. Wanneer de verlosser van de Nazat van Yishai komt, Yashuv HaShalom Ba'olam B'yagdal HaTeref V'ra'ata Ba'hima V'chol Remes Kashaya B'tiva Metchila, dan zal de vrede zal terugkeren en de roof zal ophouden, zoals het was bij het begin van de schepping. V'yam HaYisrael HaMashiach HaAtid Lavo. En dat is de tijd van Mashiach. Dus als we het hebben over de tijd van Mashiach, de beloning, dan waar heb je het over? Je hebt het over dat de wereld verkeert in een staat waar de originele mitzvot vervuld kunnen worden. Nu leven we in een staat, ook al willen we,
de mitzvot vervullen, kunnen we het alles doen. Nu hebben we allerlei beperkingen. Voor een deel zijn het beperkingen die we zelf in handen hebben. Voor een deel zijn het beperkingen die we niet in handen hebben. Als we het hebben over het feit dat er... Als we het hebben over de mitzvot, die met de Beit HaMikdash verbonden zijn, dat kunnen we natuurlijk niet doen. Zelfs de mitzvot die met het land Israël te maken hebben, Shemitah, Truma, Shemitah, Yovel, die ook in de Parashat Bahar aan de orde komen, die konden ook in de tijd van de tweede Beit HaMikdash, werd het ook niet vervuld, omdat het kan alleen vervuld worden in een tijd dat de meerderheid van het Joodse volk in het land woont. Dus er waren al allerlei beperkingen aan het vervullen van de mitzvot. De tijd van Mashiach is een tijd die ons in staat stelt om de mitzvot volledig te verrichten. En laten we daar eigenlijk een stap terug nemen. Wat wordt beoogd met de mitzvot? Met de mitzvot wordt beoogd om de spiritualiteit in de fysieke wereld terug te brengen. De fysieke wereld is niet uit het niks ontstaan. Ja, we noemen het schepping iets uit het niks, maar het is niet niks. Het is Hashem. De fysieke wereld is in feite niks anders dan goddelijke energie die in zo'n vorm gegoten is dat de goddelijkheid verborgen is, achter verschuild is. Je kunt het afleiden van wat je ziet, maar je ziet het niet direct. Je neemt het niet waar direct, omdat het verschuild is. Je ziet een wereld die lijkt een eigen bestaan en een eigen identiteit te hebben. En door de mitzvot is onze wordt beoogd om die spiritualiteit terug te brengen in de fysieke wereld, omdat die goddelijke energie weer wel herkenbaar te maken, wel zichtbaar te maken. En dus de realisatie van de mitzvah en de beloning van de mitzvah zijn dus eigenlijk hetzelfde. Hier komen we dus terug naar het punt dat we zeiden eerder. De beloning van de mitzvah is niet iets dat los staat van de mitzvah, dat is de mitzvah zelf. Want wat is de wat is de doel? Wat beoog je te bereiken met de mitzvah? Je beoogt te bereiken dat spiritualiteit, dat de goddelijke energie in de wereld zichtbaar en voelbaar zal zijn. En dat is ook de beloning. De beloning is om die de beloning. Je krijgt daar niet een snoepje voor als een beloning. Je krijgt daar niet een bonus als een beloning. Dat is geen beloning voor iets spiritueels. Als je iets spiritueels hebt bereikt, dan moet de beloning ook iets spiritueels zijn. En dus de beloning is om dat te beleven. Dus volgens Rambam, volgens Maimonides, zoals we hebben gezien, wat brengt ons de staat van de wereld wanneer Mashiach komt. Dus zoals Rambam het begrijpt, dus we gaan van rechts naar links, zoals Rambam het begrijpt, de natuur blijft in de staat zoals wij die nu kennen. Natuur zal niet veranderen. Rambam is heel stellig in zijn mening dat Mashiach's komen zal geen verandering in de natuur brengen. Niet alleen geen
geen nieuwe schepselen, als het, geen nieuwe fenomenen, maar zelfs zoals Ramban zei, dat de wereld terugkeert naar zoals die was in de scheppingsdagen. Nee, er wordt niks veranderd. De wereld zoals we die kennen, blijven. Ja? Het enige verschil is, en dat is een grote verschil, is dat het Joodse volk niet meer, of het Joodse volk zal weer soeverein zijn. En zonder onderdrukking zijn we in staat om de mitzvot naar volledigheid te vervullen. Toch in beperkte mate. Dus we hebben niet de beperkingen die door de volkeren op ons gelegd worden. We zijn niet verbannen uit het land. We zijn niet, we moeten geen rekening houden met wat de VN goed vindt of wat deze of gene goed vindt. We hebben het zelf voor het zeggen. De koningschap keert terug. Maar toch blijft het beperkt omdat er zijn, omdat wij onze eigen beperkingen nog steeds hebben. En onze eigen limieten hebben. Daarom komt de volgende stadium. Wanneer een triata metim, een herleving der doden is. Wanneer heel het volk gezamenlijk in het heilige land de mitzvot kan vervullen. Dan pas is de mogelijkheid om de originele wensen van Hashem te voldoen. Dan kunnen we inderdaad de hele pakket uitvoeren. En dat brengt de wereld naar de perfecte staat. Heb je de wereld naar de perfecte staat? Dus eigenlijk is Triat HaMetim nog steeds een onderdeel van het werk om te bereiken de perfectie. En wanneer je de perfectie hebt bereikt, dan kom je naar Olam Abba. Dan pas begint beloning. Dit is dan de tijd van de beloning. Geen werk meer, maar genieten. Er zijn geen mitzvahs meer te doen in Olam Abba. Want dan is zijn we alleen in de aanwezigheid van Hashem om te genieten van zijn glans. Ramban daarentegen ziet de staat van Triat HaMetim. Dus hij neemt het een stap eerder. In de Yemot HaMashiach, in de tijd van Mashiach, hebben we al een verandering in de natuur. Niet een verandering in de natuur in de zin van dat er gebeurt iets buitenwerelds. Nee, hij in deze wereld, de natuur zoals wij die kennen, is een verdraaide natuur. We zullen terugkeren naar de originele natuur, zoals het was in de originele staat, voor de zonde. En dan zijn we in staat om de mitzvot naar volledigheid te vervullen. Want dan, en dat is trouwens ook een aparte vraag die je zich inderdaad zou kunnen stellen. Hij zegt zo als het ware het elimineren van het kwade. Er is geen kwaad in die tijd. De dieren hebben geen kwade neigingen. De mens is ook niet geneigd. Heeft geen afleidingen. En heeft geen en geeft geen neigingen om om de wil van Hashem te overtreden. Is er dan vrije keuze? Wat komt eerst? Maar dat is een gesprek apart. In ieder geval, je bent in ieder geval dan in een staat om te kunnen om de goede keuzes te maken. Of het een vrije keuze is of niet, maar je bent in een staat om alleen goede keuzes te maken en je hebt geen verleiding om
om daar niet aan te voldoen. En dus, wanneer de wereld in een staat verkeerde, dat er geen verleiding is, en de originele wens van Hashem gerealiseerd is, dat is dan de beloning en voltooiing tegelijkertijd. Dus dan is het niet, hoef je niet te wachten naar een volgende staat, om daar, een volgende fase, om dan over beloning te spreken. Want het moet, het is in die fase, de voltooiing aan de beloning, dat is één en hetzelfde. Er zijn het twee verschillende fases, het is dezelfde fase. En dan is inderdaad geen werk, maar genieten. En even, dus een andere punt is, zoals bijvoorbeeld, zoals we gezien hebben, en wij hebben, zoals ons verteld wordt over Moshe Rabbeinu, dat Moshe Rabbeinu heeft 40 dagen, heeft drie keer 40 dagen en 40 nachten in, daarboven. Hij zat net in een vliegtuig en er werden geen maaltijden uitgereikt. Zoals hij zelf zegt, lechem lo achalti maim lo shatiti. Maar hij was nog steeds een fysieke lichaam. Hij was nog steeds een jeloed isha. Hij was nog steeds een mens van vlees en bloed. Zoals hij voorheen was en daarna. Ja? Dus er is een mogelijkheid dat je... Dat soms, je lichaam kan soms voeding krijgen zonder daadwerkelijk gevoed te worden. Zonder fysiek te eten kan je ook gevoed worden. En I mean, misschien heb je dat meegemaakt op Yom Kippur. Of dat soms, het is, de dag gaat voorbij. En soms realiseer je niet eens dat je honger hebt. Omdat je bent bezig met andere dingen en je hebt andere voldoening en andere voeding die je lichaam energie geeft. Je krijgt je energie van een andere bron. En dat zou dus, de wereld van Tchiyat HaMetim, zou dus inderdaad, moeten we niet voorstellen inderdaad in dezelfde realiteit zoals vandaag. Het zal wel een lichaam zijn, omdat het moet een lichaam zijn, omdat dat is, daar gaat het om. Het ging, als Hashem engelen wilde maken, was de schepping opgehouden bij de engelen. Was de schepping niet doorgegaan om deze fysieke wereld te maken. Er is een fysieke wereld, en daar in de fysieke wereld is waar Hashem wil dat de goddelijke licht en de goddelijke energie zichtbaar wordt. En dat is de toekomst die ons in het vooruitzicht gesteld wordt. Er is natuurlijk veel meer hierover te zeggen. Maar onze tijd is op. En zoals ik zei, ja. Als we alles willen vertellen, dan komt er geen einde aan. Dus ik hoop dat u in ieder geval een beetje meer inzicht daarin gekregen hebt. Dank u voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dank u wel. En als er brandende